So welcome everybody voor onze herfst bijeenkomst. Ik wil meteen beginnen om Jochem en Soleil te introduceren, want zij beginnen ons mooie middag met een openingsceremonie. Dus ik zeg, over to you, my dears. Goedemiddag allemaal. Een openingsceremonie live in een kring waarbij we desnoods elkaars handen kunnen vasthouden, is natuurlijk wat we het liefste willen. Alleen dat gaat hier niet lukken. Dus we hebben geprobeerd om iets te vinden waarbij we in ieder geval wel allemaal deel hebben. Zodat we wel met elkaar een soort van knoop kunnen maken. Waar we in elkaar kunnen vinden en waar we elkaar kunnen uitdagen. Waar we van elkaar kunnen bewonderen en waarbij we nieuwe dingen kunnen leren en uitproberen. Dus ik vraag zo meteen aan Jochem om het geluid te maken. En tot het geluid weer klinkt, is dat de ceremonie. Nog een keer welkom. Dat kun je nooit vaak genoeg zeggen. Welkom. Iedereen is welkom. Niet alleen iedereen die wij hier in beeld zien, maar ook iedereen die er nog bij wil komen, die er in gedachten bij is en die er straks bij komt als al deze bijzondere onderdelen gedeeld worden via de videostreamings op het YouTube-kanaal. We zijn in een wereld die in beweging is. En er gebeuren altijd dingen die je niet wilt en waar je geen invloed op hebt. Maar er zijn genoeg dingen die fijn zijn en wel controleerbaar. En de wereld mooier, helderder en beleefbaarder maken. We gaan nu op het whiteboard werken. Ik ga iedereen een beurt geven en vragen om een wens, een opmerking, een vooruitzicht te geven voor iets wat je zou willen in deze bijeenkomst. Kort, liefst maar één woord. En dan gaan we straks eens even kijken of wij dat met elkaar, of we daar met elkaar een beetje uitkomen. Ik zal beginnen. Dat is altijd het spannendst. Ik hoop nieuwe mensen te ontmoeten. Dus mensen ontmoeten. Jochem schrijft het op en geeft het door. Probably to learn something new from someone. Jana. Ik verwacht een verbinding, connectie met mensen. Muriel. Sowieso spreekt mijn naam als Murel uit. Maar oh, sorry. Ja. Oké. Excuus. Ik denk ook leren. Leren, dankjewel. Morgana? Ik vind het altijd leuk om dingen te delen. Delen? Robert? Creativiteit. Creativiteit. Gerbrig, wat wil jij opsteken? Nieuwe inzichten opdoen. Nieuwe inzichten. Ook leren eigenlijk dan, hè? Maar inzichten. Ja, dank je. Jessica. Ja, ik moest even opnieuw denken, want exact wat ik wilde zeggen is door Jana gezegd. Namelijk de verbinding en de connectie. Dus dan maak ik ervan saamhorigheid. Saamhorigheid. Twee keer hetzelfde mag best, want dat verbindt wel. Sophia. Voor mij was ook verbinding een van de eerste woorden die naar boven kwam. Ja. Ik denk dat het tweede woord diepgang erbij mag. Diepgang, dank je. Remco. Ik denk kennis. Dank je wel, kennis. En Marjolein.
Ja, het eerste waar ik aan dacht was eigenlijk ook verbinding maken met mensen. En toen dacht ik, ik heb een backup nodig, want dit is al genoemd. En toen kwam ik op inzichten opdoen. Maar ja, die is eigenlijk ook al genoemd. Nou, ik denk dat Jochem er wel iets van aan elkaar maakt. Het is leuker. We komen straks, stel dat we veel meer mensen hadden hier, dan zou steeds vaker hetzelfde voorkomen. Jochem, ik heb jou nog niet gehoord. Ik denk gewoon gezelligheid, samen zijn. Samen zijn, gezelligheid. En zo zie je dat we dan toch met elkaar toch een hele cirkel weten neer te zetten. Doordat we echt elkaar opzoeken, van elkaar proberen te leren, met elkaar willen delen. En daar ook iets van willen opsteken. Ik heb, dank jullie wel hiervoor. We bewaren hem uiteraard en slaan hem op en kunnen even kijken of jullie hem nog willen hebben. Het is maar een beginnetje. Ik zou dit willen afsluiten met een klein gedichtje. Het gedichtje is in het Engels. En ik hoop dat dat niet al te veel problemen oplevert. Oké. Het is uit... Ja, ik zal het voorlezen. Lilith Garden van Victor Andersen. En vergeef me als ik het eerste woord verkeerd uitspreek. Hyreth. I long to find someone, somewhere, who need not ask my name. But even if I was not there, could see me just the same. Because her faith comes not from doubt, nor morals learned in sin. Her eyes are fixed on things without, because they see within. I would not ask from where she came, or what shall come to pass, but only that she light the flame behind the shattered glass. Her hunger deep would satisfy the hungers of my soul. We'd wash our faces in the sky, the earth would make us whole. A slender lady, cold and white, as moonlight on the steel of railways running down through the night, where thoughtless life is real. I'd gladly open up my heart and give to her the key, then proudly go my way apart. With her in sight of me. Wat ik van dit gedicht het mooist vind, of tenminste het passende vind voor dit moment, herfst is voor mij altijd een periode van verlangen, van heimwee, van ja, dat gevoel van binnen, het warm, maar toch, hoe was het ook alweer? Wat mis ik? Waar wil ik naartoe? Vandaar dat ik dit nu met jullie wil delen. Ik denk dat dit genoeg ceremonie is voor nu. Ik wil dit, niet ik, wij willen deze dag en morgen graag met jullie delen.